Goedemorgen, het is zaterdag. Ochtend wilde ik zeggen, maar het is inmiddels al middag. Het is 12 uur. En het is echt vet lekker weer buiten. De zon schijnt. Oh, wordt het dan echt lente? Wij hebben lekkere koffie. Amandelkoffie. Dat is very nice. En kokos. Kijk. En we gaan zo even naar de stad. Want we hebben afgesproken met een vriendin, met Judith. Dan gaan we even in de stad koffie drinken. En Scarlett die wil een nieuwe broek. Oh, mijn haar is trouwens donkerder. Was je dat al opgevallen? Ik ben aan de kapper geweest. En het was natuurlijk echt heel erg licht geworden. Het is super mooi weer. Maar wij zijn met de auto. Auto. Dat zeg jij dus altijd. Auto. 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 Ja, auto. Ja. Met de auto. Is het echt auto? Het is het heet eigenlijk een auto. Maar goed, van jou is het auto. Oh, dat ruikt jij fucking lekker. Ruikt dat? Ja. Gebak, cake, zoets. Lekker. Wow, het is echt bizar druk in de stad. En de V&D is natuurlijk dicht. Die is gesloten. En dat is echt heel weird of zo. Het is gewoon helemaal leeg. Hoe raar is dat? Wegens de omstandigheden. Ja, iedereen weet natuurlijk wel wat het is. En iemand heeft hier een heel schattig briefje opgehangen. Hoe schattig is dat? Dat zou mijn moeder ook doen, denk ik. Ik ben te laat. Wat dan? Ik heb alles al gepast. Oh. Je had die broek moeten laten zien. Die zag er echt zo. Oh ja, dat ben ik helemaal vergeten. Het was echt hilarisch, die broek. Ja. Hilarisch, zei ik. Ja, dat is nog hilarischer. Een hele ouderwetse therapeut. Ja, een beetje zo'n ja, dus je denkt, wel een soort psychotherapeut. Dat je eerst binnenkomt bij een psychotherapeut en dat je denkt van, oké, ik ga je niet meer. Maar dit was gelijk de eerste en de laatste keer, hoe kan ik je zo meer mogelijk vertellen? Ja. En we gaan naar Bistro Centraal Utrecht, wat drinken met Judith. En dat heeft een bloemetje gekocht, maar ze hebben er hele leuke lintjes op gekocht. Alsof het fucking kunnen hier de dag is. Ik dacht al, is het een dag of zo, morgen, dit weekend, dat het speciale feestdag is? Maar dat is het helemaal niet. En hier ziet het echt heel cool uit. Ik ben hier nog nooit eerder geweest, maar het ziet echt wel tof uit. Oh, wat leuk. Hele hoge stoelen. Daar is ze. En we zijn weer terug in de parkeergarage. Het was gezellig met Judith. Heel intiem. Of zo. Intiem gesprek. Het ruikt hier naar benzine. Dat ruikt echt heel erg lekker. Wie vindt dat nog meer erg lekker? Benzine. Dat ik ook altijd als ik ga tanken, dat ik dan echt helemaal zo boven de tank hang. Echt zo goddelijk. En daar is het kaartje. Daar. Pak het maar. Ga jij betalen? Nee, samen. Samen? We moeten echt samen weer naar de automaat. Ja. Jezus. Ik heb een... Scarlett heeft een broek gekocht. En strings. Waarom ga je strings aan? Dat weet ik veel. En omdat ik het ook heb gekocht. Okay. En een blouse, deze. Ja, gewoon een blouse. En een shirtje. En deze? Ik vind hem leuk. Een beetje als zien? Ja, zo. Ja. Zo. En een spijkerbroek. Aha. En je ging voor de? Spijkerbroek. En je komt thuis met? Een spijkerbroek en een blouseje. En een shirt. Maar dat shirt zal jij waarschijnlijk ook hebben. Ja, dat was wel heel erg leuk. Daarom moedig ik je aan om hem te kopen. Zodat ik hem ook aan kan doen inderdaad. Wij zijn weer thuis en we gaan lekker aardappelkroketjes eten met spinazie en een vegetarische saté. En jij bent aan het ballen. En we hebben de muziek opstaan, maar we weten niet van wie die muziek is. Want we hebben zeg maar zo'n ding. En dan doe je zo via Bluetooth, maar... Niemand van ons heeft muziek aan. Nee, de muziek gaat spontaan aan. Muziek? Iemand in onze buurt of zo. Ja, dat kan toch niet? Ja, dat is echt heel... ja, die moet dan toch verbinden daarmee. Dat is echt heel raar. Liefie. Oh, dat kan niet dit. Hatseflats. Goedemorgen, het is zondagochtend en Joyce is net met George wandelen. En wij gaan zo opnieuw naar Nieuwegein om daar mee te werken, zeg maar, aan een soort van kunstwerkachtig iets. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat wordt. Ik heb trouwens mijn nieuwe blouseje aan. Ik heb het gewoon over dit shirt gedaan, wat ik ook nieuw had, want ik wilde gewoon alles in één keer nieuw aan. En dit is mijn nieuwe spijkerbroek. En ik vind hem wel heel erg leuk eigenlijk. Hij past wel leuk bij deze schoenen, dus... Wow, het is wel heel donker hier. En we zijn bij Tera en Alexandra. En we gaan zo eerst foto's maken voordat we gaan beginnen straks. Ja, kijk, het idee is dus dat we een soort van symbolisch iets gaan doen. Dus we zijn wat ideeën uitgetekend, dit is deels. Maar het echte idee zullen we nog niet laten zien. Dus dat wordt een heel werk. Volgens mij gaat het echt
gaat het echt heel lange kunst worden. Maar goed, het is met 2 ruggen schilderen. Ja, maar het is dus niet zomaar een schildering. Het is wel heel krap. Zou ik dat gat wat groter maken? Prima, ik heb zeker een Nokia gemaakt. En je moet je haar er wel iets uit laten komen. Je moet niet zo onnatuurlijk gaan staan. Het ziet er niet uit. Als ik echt ga staan, dan sta ik eruit. Ja, maar dat is toch de bedoeling? Je komt toch ook uit je telefoon? Oké, okay, kijk ik naar het horloge? Naar beneden? Jij kiezen. Oké, okay, nou, we gaan beginnen. Ik heb nu zeg maar mijn vest andersom aan, want dan heb ik gewoon een blote rug. En voor de rest gaan we allemaal niks. En jij hebt gewoon je tattoo, maar die gaat zo helemaal weg. Dus dat is mooi. Dat is mooi. Hoe lang denk je ongeveer dat het duurt? Lang? Nee, maar... Hoe lang duurt het per rug dan? Ik denk een uurtje of 3 per rug. Wow. Kan ik dan, mag ik dan liggen? Nee, zitten. Echt waar? Tuurlijk, wat denk jij? Ik dacht gewoon lekker liggen. En kun je dan gewoon lekker slapen? Ik dacht een soort massage. Nee. Oké, we hebben het, ik denk een kwartiertje of zo, toch? Maar wat? Er staat nu een iPhone op je rug. Cool. Met een soort van tatoeage eronder. Secret project. Oké, okay, we zijn inmiddels, hoeveel zijn we verder? Hoe lang? 6 uur. Nee. Nee, we zijn je wordt heel bruin, joh. Ik heb mijn telefoon. Ja. Dat je heel bruin wordt. Dat zei ze al, dat heb ik uit de zak. Ja! Ja, ik denk, we zijn niet van een uur verder of zo. Nee, misschien iets langer. En ja, we dachten, misschien kunnen we beter film gaan kijken. Maar het is nog een beetje te licht voor film. We hebben even pauze, want dan kunnen we even lunchen en dan kan ik heel even lopen. Want ik krijg echt zeer rug van dat zitten de hele tijd. Maar, kan je het al zien? Alexander heeft echt een hele lekkere lunch gemaakt. Yay! We zijn inmiddels al even bezig, of nou, Tera is voornamelijk bezig. Wij zijn hier allemaal niks aan het doen, behalve Tera. Die is echt druk aan het werk. Nee, je bent echt zo druk. En dit is hoe Scarlett er tot dusver uitziet. Nou, echt gewoon. Dat ben jij. Hoi. Wij zijn allemaal niks aan het doen. Laat zien dan. Oh ja, kan je het zo zien in het schermpje? Iets naar beneden. Zo, het is inmiddels al iets van 4:30 of zo en ik heb nu een deel van mijn rug af, maar nog niet helemaal. Ik ben even naar buiten gegaan, want omdat het binnen echt de kachelwarm aanstaat en het allemaal binnen is, is het nogal droge lucht geworden ofzo en ik krijg echt mega last van mijn lenzen. Dus ik ben nu gewoon vochtige lucht in mijn ogen aan het inhaleren. maar het duurt echt heel erg lang, maar het is wel leuk en het is gezellig, dus dat is... Zeker leuk. Het is alleen jammer dat het nu zulke heerlijk weer is en wij alles binnen moeten doen, maar goed. Hij is klaar! We gaan die foto's maken. Nou, over je ogen gewoon. Oh. We zijn klaar en we zitten in de auto, want... Auto, ik zeg ook auto, ik ga ook auto zeggen. We zitten in auto. Nou ja, want we gaan ergens wat eten. We gaan naar Shizen, naar de sushi tent. Sushi eten. Hier? Oh nee, we zaten hier. Het is wel een beetje veel, hè? Weet je niet? Moest je nou al die dingen nemen? Ja. Je hebt dus lycée-ijs, mango-ijs, crème brûlée, zeker vanille, spekkoek. Je hebt echt heel veel. Je hebt echt heel veel toetjes. Zo, wij zijn weer thuis. 6 dagen later. Anyways, dit was onze vlog. We hebben een hele uitgebreide uitleg gemaakt over waar die bodypaint eigenlijk op slaat. Waar je net een half uur naar hebt zitten kijken. En dat zit in de... blog die ook vandaag online staat. Maar daarvoor moet je even naar onze website. Dus dan moet je even naar ikvrouwvio.nl. En dan zie je alles. En zie je ook uitgebreide foto's. En zie je ons ook naakt. Alles. Dus alles. Ga even kijken. En geef deze video een duimpje als je er zin in hebt. Als je er geen zin in hebt, dan doe je dat gewoon niet. Joh. Ja, dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. We weten nog niet wanneer. Maar hij gaat wel een keer komen. Waarschijnlijk. Jawel. Dus. Ja? Gewoon, jawel. Volgende week gewoon weer. Oké. Dag.